Yo kijkers van Marshall's Eye, welkom terug bij Test Drive Unlimited 2. Vorige keer hebben wij weer een test gehaald. En we gaan nu weer verder met de volgende test. We rijden in een mooie Ferrari. En als ik het goed begrepen heb, moeten we gaan inhalen. Het is niet meer sterkste kant. Want deze auto's hier, kijk, daar gaan ze dit doen. Zie je? Zijn echt, soms zijn het echt van die gasten waarvan ik denk van... Hebben die ooit wel eens hun rijbewijs gehaald? Niet dat ik het wel heb gedaan, maar... Ik ben ermee bezig. Oké, nog een keer. Als jij nou gewoon eens stilstaat... Dat zou een heleboel schelen. En jij ook stil? Zo, dit gaat goed. Jij gaat niet goed. Rijd er gewoon door, hè? Wat een aso. Serieus. Ik ben focused hoor. Ik weet niet wat die gast gaat zeggen, maar. Die andere auto's zijn niet focused. Zo. Mooi startje. Dan inhalen. Goed zo. Dit gaat goed. Aan de rechterkant inhalen. Boeia, schijt aan de verkeersregels en shit. Zo. En die auto gaat naar links hoor. Zie je? Inhalen voordat hij naar rechts gaat. Boeia. Vet chill. Ik kan het. Zo. Die gaat zo. Dit gaat lekker zo hoor. Zo. En bam! Vet goed. Oké. Next. Well done. In één keer. Nee, in twee keer. Sorry. Toch? Nee, drie keer. Vet je heel. Oké. Complex scores. Ga uw gang. Racer, start your engines. Ik heb echt zin om een Bugatti te kopen, joh. Shit, hé. Bugatti's zijn echt tof. Ah ja. Eerst maar eens even het rijbewijsje halen. 81 voorsprong. Gaat goed. Als die auto ook nog eens even weer op wil trekken. Zou ook vet nice zijn. Dachtig voorsprong nog steeds. Oké. Zo. En dan nu bochtje maken. 3:13 voorsprong. Dit gaat lekker. En dan hier ook weer bochtje. Zo. En dan nog een keer bochtje. Zo. En dan nog een keer een bochtje. Zo. En nog een keer een bochtje. Oh. 61 onderste achterstand. Dat ging niet echt goed. Dat was niet echt de bedoeling of zo. Nu is het nog maar 3800ste. Dus nu gaan we gewoon vol gas naar de volgende checkpoint. En we lopen weer 6300ste achter. Dit is niet leuk. Dat doe ik hier zo mijn best voor. Nee, wordt een money. Retry. Yes.
Hey vriend, ik had al gezegd retry. Is dit dit? Je moet je mond houden. Nee hoor, ik doe het. Doe even mijn vest uit. Oh kak, ik ben niet op tijd. Ja, ik ben wel op tijd. Het is vet mooi weer buiten nu. En dan zit ik binnen op te nemen. Vet chill. En het is echt mooi weer buiten. Het is gewoon... Zonnetje schijnt. Dat wel. Alleen de bomen zijn nog een beetje kaal en zo. Maar het is ook nog geen lente, dus dan mag het nog. Ja, oké, overnieuw. Bij mij is het nu nog herfst. Nu nog wel. Nee. Herfst? Hoor mij nou. Het is nog winter. Goed zo. En we kunnen overnieuw. Alweer. Het gaat lekker, Marcel. Je bent echt lekker bezig vandaag. Schappie. Zo. Zo moet hij. En de volgende keer gaat hij nog beter. Of toch niet? Ja, dat weet ik niet, maar... Hij moet beter. In ieder geval. Hoeft niet per se de volgende keer, maar... Want ik hoop niet... Ja, oké, we moeten wel nog een keer opnieuw doen. Nog één keer, dan kap ik hem mee, hoor. Ga ik iets anders doen. Ik heb genoeg van mijn vrije tijd verspild hieraan. Zo, zo moet hij. Dat is nou een goede start. Ja, ja. Jongens, ik vraag maar één ding af. Ja, dan mogen jullie in de reacties achterlaten. Maar, welke games zouden jullie nog op mijn kanaal willen zien? Wat vinden jullie nou nog toffe games die ik zou moeten spelen? Hou er rekening mee, mijn PC is niet al te best. Ik heb een 1,2 GHz processor ofzo, dus... Als er in de minimum eisen staat dat je een 2,5 GHz processor nodig hebt... Dan kun je het wel vergeten. Ik ben ermee bezig. Dan ben ik op zoek naar een goede processor van 3,1 GHz of zo. Dus het komt wel. Alleen nu nog niet. Dus het gaat ook nog wel even een poosje duren voordat ik dat heb hoor. Maar ik kan... wat ik denk is... Ik ga eerst een nieuwe videokaart kopen. En dan ga ik een nieuw moederbord en processor kopen. Want als je een nieuwe processor wil hebben, moet je ook een nieuwe moederbord hebben. Of je moet dezelfde socket hebben voor jouw nieuwe processor. Als jouw oude processor, dan hoef je geen nieuw moederbord te kopen. Jeetje man, 2 seconden achterstand? Echt niet? Dacht er niet, vriend. Ik word hier pissig van. Word niet gauw als het mooi weer is. 2,5 seconden achterstand? Wat nou? Het klopt niet. Sta ik stil of zo? Hoe ver heb jij jouw auto getuned? Degene die deze eerst gereden heeft. Sowieso deze auto getuned. 2 seconden en 20 honderdste. Ja, dan wordt de man niet meer. Sowieso heeft zijn auto getuned. Oké. Ik kap ermee. Yes. Zo. Ja, is goed, ja. Hey, mazzel. Exit school. Yes. Oeh, Lotus. Ik heb wel een poosje deze game niet meer gespeeld. Dus... Hoeveel geld heb ik? Ik wil weten hoeveel geld ik heb. 90.000? Oeh, dat is niet echt veel. Maar ik dacht, oh ja, ik heb een nieuw huis gekocht. Nou, maar ik ga nou gewoon even lekker rondtoeren. Is er nog een missie te doen of zo? Is zoiets? Even kijken, wat is er nog te doen? Extreme Convoy. Enter. Mercedes-Benz. Sowieso, die wil ik hebben. 53.000 euro. Of dollar. Ja, is goed.
Ik doe hem. Oh, very nice. Echt een chill auto, jong. Wat? Die bak. Even wat zachter. Mag wel iets harder. Deze auto. Shit, hé. Ik durf alleen niet al te hard te rijden, maar... Als ik één keer iets raak, hè, dan is die direct de hele missie weg. Deze auto, jong. Ik zit nu al op 100... Ah, nee! Oeh! Die ging nog maar net goed. Kijk, ik zit nu alweer op 130. Hoe chill is dat? Ik zit alweer bijna op 200 km per uur. Jongen, 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 jongen. Wat een chille auto. Moet hebben. Alleen ik heb het geld er niet voor. Kan ik hem niet ergens kieren of zo? Kan ik hem niet jatten? Dat zou echt chill zijn. Oh, die skills. Damn mad skills. En dan hier eraf. En dan wegje blijven volgen. Deze auto is echt vet chill. Die moet ik ook hebben. Shit, man. Ah! Auto. Nee, nog een auto. Ah, help. Ik heb hekel aan auto's. Maar Marcel, waarom speel je dit dan? Omdat auto's vet chill zijn. Oké, dat is een hele rare zin. Ik heb hekel aan auto's, maar waarom speel ik dit? Omdat auto's voor chill zijn. Juist. Goed, ik ben ook raar, dus pas wel bij mij. Zo. Zouden ze ook kippen in test drive hebben? Dat ging ook nog maar net goed. Speed limit 50. Nee. Ik ga met 200. Scheid aan de verkeersregels. Oei. Dat gaat steeds nog maar net goed, joh. Ik ben echt zo pro in het rijden met auto's. Behalve als het aankomt op rijbewijzen. Dan ben ik in één keer niet meer goed. Oh, kak. Ja. Didn't see that coming. Nou, eigenlijk wel, maar... Mercedes-Benz SL65. Onthouden. Moet ik hebben. Moet hebben. SL65. Wil ik... Wat een monster, joh. Serieus. Is ook zwart. Vet chill. Echt één beest. Moet en zal hem hebben. Alleen ik heb geen geld, maar dat is iets voor later zorg. Eerst auto, dan geld. Eigenlijk komt het andersom. Eerst geld, dan auto. Oh! Damn skills! Oh, ik ben vet pro. Zo, even lekker cruisen. Met mijn auto. Zo. Dan aan de rechterkant er voorbij. En dan volgende weer aan de linkerkant er voorbij. Oh, ik ben aan het slalommen. Ze hebben het niet eens door, maar ik ben het aan het doen. Oh. Oké, toch niet. Maar, wacht, wat? Ik ben wel aan het slalommen. Ik weet niet wat ik nou allemaal aan het zeggen ben, maar ik word gek, joh. Ik kom allemaal door de auto. Deze auto is zo tof. Ik ga gewoon verkeerde dingen zeggen. Zo. Hoeveel moet ik nog? 3,8 kilometer. Even kijken. Komt niks aan.
Ah, er komt wel iets aan, maar... Zo. En nu aan de rechterkant er voorbij. Must not hit something. Zo. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Doe maar niet. Ik heb geen zin in een kale kont. Zeker niet als er nog iets bruins in zit. Ah, Marcel, hou op. Je hebt vieze gedachtes. Ah, ja, dat klopt. Maar... ik ben ook vies. Zo. Nog 1,3 kilometer. Nee, 1,2. 1,1. Oh, wow, we gaan vet snel alles. Oh, kak. Zo. En gewoon... turbo. Ah, geen turbo. Dat is niet heel goed. En zit hier zit een garage. In the middle of nowhere. Serieus, dat is echt zo raar. Maar, nou. Yo, doe eens geld geven. Mazzel. Ik heb weer $53.000 in de pocket. Boeia. Is goed, jong. Oh, bijna. Dus even kijken. Ik wil even naar de Mercedes dealer. Want, even kijken hoor. Zo. Ik heb nog geen Mercedes dealer ontdekt. Waar zitten we dan? Is het Ibiza of Hawaii? Dit is Hawaii, oké. Dan weet ik ook even niet waar die zit. Oh, kak. Waar zit die? Weet je, dan ga ik even naar Ibiza. Vind ik ook best. Volgens mij heb ik hem daar wel ontdekt. Zo. Go to Ibiza. En dan gaan we even daar een Mercedes-Benz SL 65 AMG halen. Als het goed is. Zo, kaartje. En spots for cars. Ja, Mercedes-Benz. Go there. Hallo. Ik heb $150.000. Doe me eens even een auto geven. SLK 55. CLK 63. SLS. AMG. Nee. SLR McLaren. Dat is een DLC auto. Wat een naaiers. Ik wil hem hebben. Download content. Oh, is unavailable. Wat een naaiers. Nou, dan wil ik wel graag een andere auto van jullie hebben. Wojo. Test drive. Dit wordt even een langere aflevering, maar ik ben... Oh, wacht. Ik ga nu Mercedes terrein op. Vet leuk, jongens. Vet grappig. Aha. Vet nice. Dit is ook een monster, joh. Hij lekt gewoon ervan. Zie je dat? Oh, kak. Ja, dat is een boom. Sorry. Zo. Dit ding is zo snel. Nou, we kunnen weer nieuwe kleertjes kopen. Wordt inderdaad binnenkort... Oh. Oh, hallo. Ik krijg gewoon bij... Ik ga even boodschapjes doen, schat. Ik ben zo terug. Ik moet even boodschapjes doen. Nee, dat heeft echt veel zin.
ga eventjes een bus neerzetten. Kan ik het parkeerterrein op? Hallo! Wauw! Vet cool winkelcentrum, yo! Ik kan niet eens parkeren! Hé, hey, doe maar eens naar binnen. Ah, oké, dat werkt niet. Oké. Okay. Maar deze auto is eventjes vet chill, yo. Een Ferrari lijkt me ook wel... Oh, kak. Ja, dat is een... dat was een paaltje. Ja, ja. Paaltjes zijn... paaltjes hebben ook recht, oké. Okay. Ik zou niet inzien welke rechten ze moeten hebben, maar... Ze hebben ze. Daar gaat het om. Shit, hé. Vet nice is deze auto. Oh. Oh, toen was mijn minuut om. Of anderhalf minuut. Ja, hallo. Hallo. Exit shop. Yes. Gaan we eens eventjes op zoek naar een Ferrari dealer. Die zit hier ook wel ergens. Daar namelijk. Oh, nee. Die. Go there. Zo. Dan eens eventjes kijken. Wat heb jij in de aanbieding? Vraag je en zo. Zo, die een beetje duur. Nou is dit. Ik heb al een Ferrari volgens mij. Ik weet het niet meer. Ik heb zoveel auto's. Hallo. Ja, ja. Het is een Ferrari California. Oké, okay, maar ik heb toch geen geld hiervoor. Dus. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik vond het super chill, want wij hebben gewoon even een aantal auto's bekeken. En we hebben in een Mercedes-Benz SL65 AMG gereden. En dat is één chille auto. Dus. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Dat zou ik super tof vinden. Druk ook even op abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Vet grappig. Oh, vet chill en zo, alles. Ja, oké, okay, we gaan even. Ik zie daar nog een blauw dingetje. Gaan we even naartoe. Hallo, blauw dingetje, waar ben jij? Waar ben jij? Ja, waar ben jij? Oh, je bent de fotowinkel. Oh, een schaart aan jou. Nee, zo. Dus, mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk dus even op het duimpje omhoog. En druk ook even op abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Oh ja, laat ook even weten welke games jullie nog willen zien. Dat zou ik echt super tof vinden, want dan weet ik dat ook even. Dan kan ik daar mij een beetje op aanpassen. Dus, mensen, bedankt voor het kijken en tot later. Doei!